een ronde volgens mij. Nee. Plastic. Maar hij kan hier wel mooi overheen. Top. Hartelijk bedankt. Toen was het alweer in de nacht. Kijk, ja, het is nu net 10 over 12 geweest. Het is een hele korte vlog vandaag geweest, maar oké. Okay. De voorbereidingen ben ik al mee bezig. Ik ben met eieren aan het koken bezig. Die staat al even op. En met kippertjes ben ik al bezig geweest. Kijk. Het ziet er heel lekker uit. Allemaal voor morgen. Rodi heeft ook allemaal drink op gehad. Kijk, dat kunnen jullie net niet zien, maar zo wel. Kijk. Kijk, daar een brood. Kijk, en ook een leuke geheugensteentje voor hem voor en voor straks later. We hebben sowieso koffie, thee, limonade, sinaasal, sinaas en appelsap. Dubbel fris. Ananas, mango, appel, persik, bos, fruit en appel. En framboos en cranberry. Dus, maar... Hè, voor de leken onder ons wordt het gewoon een boodschappenlijstje. Wat we moeten hebben. Dus nee, maar het is gewoon wat makkelijker dan kun je alles van... Wil je wat lekkers? Ja, wat wil je hebben? Ja, we hebben dat, zo. Ja, precies. Maar het kan ook eventjes op een klein briefje of zo. En dan eventjes aan de binnenkant of wat dan ook. Even in de kast. Ook erg handig. Dan kun je zo eventjes een kastje open doen. Oh ja, dat. Zo. Makkelijk. Ja. Dus de kip is klaar. Dat wordt lekker koud opgediend. Sowieso lekker chippies. Kruidenstokbrood heb ik sowieso 2 van. Dus dat wordt ook allemaal weer klein gesneden. Dus ja, heel veel, maar wel lekker. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Sowieso. Vind je deze vlog nou leuk? Het is een korte vlog, maar oké, maakt niet uit. Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Ik heb last van mijn licht. Vergeet niet te abonneren. Ik doe even ietsje bovenin, dat je nog kan zien dat ik olijf heb geproefd. Ik zou zeggen, ja, laat ook even een leuke reactie onder. En dan zie ik jullie heel gauw morgen weer terug. Doei! Een hele goede middag. Het is nu al bijna 1 uur. Het is nu 1:05 om precies te zijn. Ik heb een nieuwe outfit aan, wat jullie al lang en breed hebben kunnen zien in mijn modeshow vlog. En ik heb nu al bezoek van niemand minder dan mijn eigen liefdallig moeder. Ja, ja. En van jou we dan. Ja, hoi. Hoi, goedemiddag. Hoe is het? Goed. Goede reis gehad? Ja. Mooi zo. Nou, mijn moeder heeft al koffie gehad. Ja. Die zit nu aan het water. En we zijn druk bezig geweest. Ja, mijn mannetje ook. Hi, schat. Hoi. Hou je nog een beetje van mij? Nee. Yep. Want, ja, en we hebben al gevulde eieren gemaakt. Ik dan, kijk, gevulde eieren. Draak lekker. Nee, mag niet. Mag nooit. Kippie. Kip. Stop, broodje. Stop. Okay. Ja, die wil ik. Nee, maar die is kouder. Maar daarom zeg ik al, ik wil rangen. Dat zijn vlekken nu voor mij. Okay. Voor nu. Yes. Dus, ja, en de hoorntjes liggen lekker nu op dit moment nog lekker buiten. Laat ik ook nog even zien. Yep, kijk. Daar hebben we weer Blue. Alleen Blue die zit buiten. Ook goed. Prima, toch? Nee dan. Ja, koffie of wil je een thee? Moet je vragen? Jantje! Jan! Wil jij koffie of wil jij thee? Koffie alsjeblieft. Koffie. Het maakt niet uit in welke kopje het gaat. De koffie of de thee. Dat maakt niet uit. Maakt twee keer niks uit. Dag Roderick. Dus. En jullie weten van dat lijstje ook. Dus heel handig toch? Ja. In ieder geval en dat hij vanochtend wakker werd, die man, toen wordt het nog heftiger. Ja, maar ik moet naar de vaste kust toe. Hij denkt, ik moet maar naar huis toe. De vakantie maar afbreken. En dan moet nog een hele reis. Want dat bleef gewoon
nog zitten en hij had een lichtfiets bij hem. Mm. Ja. Lig je lekker zo? Volgeladen met bagage, want hij probeert graag in een tentje. Zo vaak lig je daar niet, hè, lof? Nee. Mijn zus die heeft er aardig doorgelegen. Nee, waar hou je dan wel van, denk ik? Het is oké, dames. Ga maar liggen, Blue. Blue, het is oké. Ga maar liggen. Ga maar liggen, wijfje. Het is oké. Goed zo, meisje. Zint het je er niet? Nee, dacht ik al. Ja, en de twee zussen naast elkaar. Ja. Nee, toch maar niet? Nee. Nee, hè, dacht ik al. Is te moeilijk, hè? En naast je zus liggen, hè? En nee, ik ga nou niet spelen met jou. Kun je heel goed zelf van maken. Ja. Jammer, hè? Kijk eens. Ja, kijk eens. Hallo. Hier. Dan niet. Hier. Jij, je zus wel hoor, die komt wel. Als jullie willen stoeien, is of in de gang eens een keer of daar. Maar dat is maar 5 minuten en dan is het klaar, hè? Dat weet je. Schuimt de plaats. Loffie, geef een bank af. Kom. Nee. Kom, die kan op. Move. Ga zitten. Ga zitten. Ga zitten. Dank je, dank je. Nu, zitten. Dat mag. Ga zitten. Ga zitten. Gezellig. Gezellig. Ja. Ja. Ga zitten. Mag hoor. De inspectie. Dames, niet nu. Hier is lekker zitten. Oh, het stiek idee. Ja, nee. Ja, nee. Blue. Nee. Dat moet niet. Als u blik dit, dan mag het weer. Ik wil altijd zo netjes uitpakken. Tralali. Dat lukt niet altijd. Ja, wel. Dat heb ik van mama geleerd. Oh, ja. Ja. Ik ben altijd heel iemand die net als mama. Dat zei ik ook al. Maar die was dat? Maandag tegen pa. Van, ik ga weer eieren. Gevulde eieren maken. Kijk voor mij. Zie jou op een manier van mama. Oh zeg, dat heb ik al zo lang niet meer gehad. Nee, ik zeg maar, ik weet wel hoe ik het maak hoor. Oh zeg, dan is het goed. Maar ik heb het niet gemaakt voor even pa hoor. Oh, dat is wel heel leuk. Dat zie je. Leuk autootje. Oh. Even een beetje openknippen en wij hebben ook een open dak. Ja, in de cabrio. Cabrio. Ja, mooi. Oh ja, ik mag niet lezen zo. Nee. Deze zou je even zien. Even kijken. Zondag. En Meloord, de Noordoostpolder. Oh ja. En hoe reist u dan? Via Lelystad. Via Amsterdam. Oh, Lelystad, Almere, Centrum. Ja, via Almere, Duivendrecht. Ik kon in één keer blijven zitten. Nee, trein, die Duivendrecht, die gaat die trein voorbij. Ah, zo leuk. Dank u wel. Lelystad, Almere. Wat staat er allemaal? Zuid, Schiphol, Leiden. Mag je ook wel lezen hoor, daar niet van. Ja, dan nog met de bus hier. Ja, ja. Overstappen onderweg of niet? Nee, helemaal niet. Nee, ik kan in één keer blijven zitten. Dat is mooi. Naar Lelystad. Ja, ja. Mooi. Oh, met het openbaar vervoer kom je in Nederland natuurlijk. Ja, echt, ja, klopt. Een beetje geduld hebben, een beetje goed uitkijken. Ja. Ja. En je zit en je hoeft nergens op te kijken. Ja, maar ik hoef nergens vooruit te kijken, want ik krijg toch hulp. Kijk. Ja, anders, mijn scootmobiel heeft nog geen vleugeltje, dus ik heb het zelf niet. U belt even op. Ik bel een paar dagen van tevoren op en dan plan ik de reis. En dan krijg ik in- en uitstaphulp.
Oh, die is ook heel leuk, wauw. Ja. Die kriebelt, ladies. Die is heel mooi. Ja. Hij is echt gaaf. Oké. Okay. Hij is ook mooi. Nostalgie, Karin. Ja. Oké. Okay. Ik heb nog meer. Kom nog meer aan. Het autootje. Die laadjes ook. Of zijn het geen laadjes? Ja, zijn laadjes. Wat doet Bill, heet hij nou? Hoe die rode van je? Oh, die gaat alleen even kijk, daar kijk maar liggen. Meer ja, niet. Maar, is net als met kinderen. Beter niet kijken. Maar hij komt niet aan mijn snoeren, man. Oké. Hij komt niet aan mijn snoeren. Moet je allemaal vaststellen? Doet hij niet. Alles wat er gebeurt vandaag. Tuurlijk. Je kriebelt, lady. Dat is leuk. Blote voeten. Hartelijk bedankt. Hartelijk bedankt. Veel plezier ermee. Gaat zeker ja. lukken. Doe ik hem even zo. Dan ga ik het zo meteen daar doen. Oké, nou man. U mag. Kom maar. Is die handpak even? Jan de pakken. Nee, want er zit nog meer bij je. Oh, ze zit daar nog meer bij je. Ja, want dan is het niet zo zwaar. Zo zwaar is hij nog niet. Ja, goed wel, ja. En dan moet ik eerst weer even een kaartje openen. Dat is prima. Ja. Zit de kolder in je kop, vriend? Pas, ja. Lof! Nee! Doe maar even pauze dan. Ah, omdat er andere mensen in huis zijn. Dat is net zo min als kleine kinderen. Nou, dan moet je optreden. En sommige grote mensen ook. Ja, daarom! Zo, ja, je hoeft maak het maar weer op. Wie groot niet weer, is het kleine niet weer. Dit keer. Normaal is het andersom. Maar ik zeg het nou zo. Ja. Het is jouw dag. Ja. Dat was het woensdag eigenlijk al. Ja, maar het wordt nu jarig en nu is het your day. Ja. Oh. Dank u wel. Kijk, heel klein innie mini kijkje. Wordt toch al lekker bij. Staat ook wel nog wat in hoor. Oké. Okay. Moet je hem even pakken en dan erop van misschien. Ja, komt zo meteen. Denk ik. Is dat voor moois? Een kleine vuilniszak erbij. Ik kan ze niet gelijk gebruiken. Lekker creatief inpakken toch? Ja, ik kan gelijk gebruiken. Geen een lampkap. Nee. Of een boek. Nee. Je weet wat het verder is. Enkel de ene. Alleen Ro die gaat met Sinterklaas moet hij heel veel aan gaan uitpakken. Geloof mij, want ik ben met een surprise nu al bezig. Haha, nu niet goed. Ja. Ik ben er heel voorbij. Ja, ja. Ze gaan er nog komen. Ja, dank wel. Ja, maar Emma, de kerstspullen die liggen nu ook al in de winkels. Dus. Ja, dat klopt, ja. En in sommige winkels en er liggen de kruidnoten erop. Ja, de Sinterkerst. Waar hebben we het over? Ja. De Sinterkerst, Klaasman. Ja, die hoor. Ja, Sinter. Oh, die is wel leuk inpakpapier. Schat, wil je vangen? Nee. Vang maar. Ik kan je gebruiken. Die is heel, hè, denk je wel. Ja, dat weet ik. Joehoe. Niet vangen. Ah, schande. Leed, ik ga het zo doen. Dat is leuker. Iets in de keuken. Ik heb hem schoongemaakt hoor. Ja, dat zie ik. Oh. Dat zie ik. Hij dus kawaii. Dit is, ik zal het even uitleggen. Dit is wat en wat de patatboeren ook hebben. En zo'n patatzeef. Zit nog wel in. Patatzeef. Zie je wel, het is iets voor in de keuken. Dat ja, klopt. Ja. Klopt. Patatzeef. Ja, kun je patat mee zeven? Nee. Je gooit de patat uit het vet. Ja. Erin, maar dan heb je die daarom weg. Deze koele elementen. Dat is het. Dat legt er dan in en die moet je zo erin leggen dat die er niet uit ligt. Dan schep je de patat uit het vet daarin. Dan zout je het en je schudt het op en neer en je zout het nog een keer opschudden en je grendt het in de bak. Daar moet je het wel goed doen. Gooi het aan maar neer. Opzouten. Ja, precies. Ja. Goed.
een soort van vergiet, maar... Met een ander. Speciaal voor friet. Ja. Een vergiet voor friet. Ja. Ja. Maar die gebruiken ze ook bij de patatboeren. Schat, kan je even aanpakken, dan kan je even daar even op dingest. Nooit gezien. Ze gebruiken dat. Ze hebben ook een grote zandpaard. Bij Jack Slack gebruikt hij ook en Didi's ook volgens mij. Hè? Didi's weet ik even niet. Je moet niet zo'n wijfmazen, dat zit in de olie. Ja. Daar kunnen ze dus mee uit de olie het scheppen. Ja. Ja. En dan schep je het daarin op. Klopt. Ja. En laat je een beetje uitruiken. Ja. En dan leg je zand erop en zo. En dan even opschudden. En dan kan je het zo in de bakje... Ja, niet hard, want dan komt die olie weer terug. Bijna wel. Kan ook. Blo. Hier. Ja, dat is nogal wat je moet leren, dat weet ik, schat. Het is ook allemaal niet eenvoudig, hè? In een opvanggezin zitten bij je zus, hè? Nee, het is allemaal niet zo eenvoudig, nee. Ik weet het. Nee, je moet het wel leren. Want als je dat nog niet allemaal hebt geleerd, en dan ga je ook, en ook nog niet weg. Nee. Gek, hè? Ja. Kijk. Heel zo. Kijk. Twee voor de koets. Kijk, en weet je wat het nou is? Nog een keer dat papier nog een keer gebruiken. Oh, lekker. Voor iemand anders. Ja. Is lekker. Vanille, Ger. Dan niet, hè? Ik scheur het nooit kapot. Dit is recyclen, hè? Ja. Ja. Ik heb toch vorig jaar toch ook gedaan met kerst en papier. En bij Roderick thuis. Die heeft toch ook heel voorzichtig heb gepakt. Dat heb ik dus van mijn moeder geleerd. Ja. Heel rustig. Gewoon lekker in de tijd nemen. Ja. Geniet ervan. Hoe zit je daar? Schat, misschien kunnen jullie alles nog wel drinken. Jullie koffie of thee of iets? Kijk, mag hier. Wacht maar even. Graag. Dan wacht ik even op deze en dan doen we eerst even deze en dan gaan we even weer een... Kon jij niks zeggen, Jan? Nee, is moeilijk. Zeg het dan even, Jan. Ja, jullie zijn druk in gesprek. Dus nee, kijk, hierop letten. Kijk, hier ook zie je hem knipperen, rood. Als dat uitgaat... Ja, dan moet je op dat knopje daar weer drukken, dat met dat rode puntje. Oh ja, ik zie hem al. Ja. Oké. Okay. Heel mooi koffie. Dan de cameraman. Jan de cameraman. De koffieman. Jan Spoor. En de volleybalman. Volleybalman. Wat nog meer? De camera, Jan. Kantineman. Ja, is die. Kantineman. Kantineman, ja. Ja, en laat ik het hart het niet horen, dat we hem de koffieman noemen, want dan wordt hij hellig. Yeah. Ja, die wordt... Oh. Ja. Maar hij hoort het nou toch wel, sorry Harry. Ja. Het is niet zo bedoeld hoor. Nee. Oeh, deze, ja. Lekker. Dat is hem al gezien ook, hè, in de winkel. Magdalena. Ik was... Jan, kun jij hem even overnemen? Want ze is nog niet klaar met mij. Wil je even koffies pakken voor je ouders? Mm. Even pak mama. Dan zeg ik, ze is nog lang niet klaar met mij. Ja. Dat weet jij. Ja, joh, kaart. Fijn. Oh. Nee, is niet handig, niet. Krijg nog meer, schat. Ja, dat is mooi. En je krijgt nog meer. Nog meer? No. Ja, je bent er nog lang niet. Nee, ik zeg toch, niet groter niet eerst, is niet eerst. En dit is nogal zwaar. Dat is fijn. Oh, zwaar. Ja. Moet ik weer? Ja, ik vind het wel grappig zo. Heel rustig. Ja. Omheen te... Ja, nou, en als jij thuis je parakiet doet, dan moet jij dus ook op deze manier gaan volgen. Ja. Kijk. Goed zo, Roderick. Dat lijkt ook de koffieman wel. Ja, helemaal. Ik pak hier zelf koffie. Oh, koffie. Ja, lekker. Nee. Ja, heerlijk. Oh ja, dat vooruit nog te zeggen, het is breekbaar. Okay.
breekbaar ook nog. Ja. Schat, het is breekbaar. Even laten vallen, hè. Boem. Kijken wat voor breekbaar is. Even uitproberen. En wat is dit? En voor het neer? Daar, en daar zit cupcakes in. Cakejes in. Oh ja, maar ik bedoel, hoe zou je dit verder kunnen gebruiken? Het, een bewaarbox of gewoon sla erin als je zwaar hebt gemaakt. Ja, zeker. Je kan er alles weer in doen. Het is tupperware weer, hè? Ja. Is het? Ja, dit is tupperware. Ja. Dus als je een tupperware, dan kun je zoveel in meenemen als als je een dagje weggaat of wat dan ook. Dat is goed spul. Ja. Tupperware is heel goed spul. Oh. Ja, sorry mam, en dit krijg ik niet netjes. Nee, hoeft ook niet. Dat is toch vloeipapier. Ja, dat bedoel ik. Ja, zo, wat je heel houdt, dat kun je heel houden voor de kerstballen. Ja. Oh, altijd. Elk jaar weer. Lieve schat. Ja. Als je, wat je heel kan houden, kun je kerstballen inwikkelen. Ja, maar dat doe ik niet. Ja. Dat doe ik weer niet. En wat zei u over mij? Ik zei iets tegen Keijer, namelijk dat zij maar behoorlijk verwend wordt door haar moeder. Ja. Ja. Altijd. Huh? Dat heeft altijd ze niet ontkend eerder ten sterkste te bevestigen. Ja. Ja. En u bent het er zelf ook helemaal mee eens. Dus dan komt het goed. Ja, die. Oh, die schaaf. Wat zit daarin? Een kaars. Oh ja. Mooi. Ja. Hou jij weer even vast? Ja, ik hou weer vast. Ja, ik zit nog niet. Een ronde volgens mij. Hm. Nee, plastic. Maar hij kan hier wel mooi overheen. Top. Dan kan ik inderdaad wel weer wat mee. Nou. Nog meer? Ja. Laatste. Laatste. Okay. Laatste. Scheelt weer. Schouder. Laatste nog wel. Ook even uitpakken voordat ik dat vergeet. Oh ja. Dat is suiker inderdaad, ja. Dank je. Zo. Die glit. Het is licht, maar het is ook. Oh ja, dertig al als hij op de tafel zit liggen al. En je bent er denk ik heel blij mee. Oh ja. Althans, ja. Dat weet ik wel zeker. Door twee andere heren hun nederzeggen. Ja. Je man en Jan. Okay. Ik ben op de hoogte. Moet ik weer? Ja, mooi. Ik doe heel rustig hoor. Dus, Schat, even, help even met dat dingetje. Want dat is suiker. Kijk. Moeten jullie nog suiker hebben of niet? Nee. Oké. Okay. Nee, ik dacht even dat ze zoiets hadden van hoe moet die open? Zo. En dan heeft Jan nog zo meteen. Schat ook weer. En dus door twee heren is het gezegd en dat ik hier blij mee zal zijn. Ja. Ja, door je eigen man en door Jan. Zo, hoe weet jij dat en wat ik leuk vind, Jan? Vertel. pak het maar even uit. Oh, goed zo, Jan. Goed zo, Jan. Ik heb dit op tafel zien liggen en schrijf even verteld wat erin zat. Meer niet. Ja, dat is mooi papier. Ja, dat is mooi papier. Een heel bekend papier. Appiesijn. Hebben we hier ook een appiesijn. Hij gaat nog wel, man. Nee, hij gaat niet. Wacht even, Karin. Hij geeft geluid. Dit. Ja. Je moet wachten op de piep. Ja. Kun je het wel goed in, echt papa? Nou, al die witte stikkertjes, zo zat het ook. Nou, dan kijken. Karin, al die witte stikkertjes, daar zat het mee vastgeplakt. Oké. Okay. Ja, al goed ingepakt. Moet ook wel. Dus het zat al goed ingepakt. Moet ook wel. Even kijken of hier nog een... Het komt van ver dus dan. Ja, het komt van ver. Zo. Ja, het is goed ingepakt. Is dat dubbeltje plastic? Ja. 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 Lekker. Knal. Dat is altijd dubbel.
Geen nagaan, vroeger heb ik schoonmaakwerk gedaan in een ziekenhuis. En er waren er nieuwe ijzeren meubels van die kasten. En dat zat vol met die grote bellenplastic. Wij knallen midden in het ziekenhuis op die kantorenafdeling. Uw pet? Ja? Oh, ja. Oh, GoPro. Oh, een GoPro. Ja, hè? Niet goed. Geld terug. Nee. Niet goed. Nee. Goed, en geld terug. Oh, ik dacht dat er havermoutvlokken in zaten. Nee. En dit is een minicamera. Ja, en voor op de fiets en voor in de auto of gaan zwemmen. En voor alles kun je ermee doen. Voor alles? Ja, om je pols... Om dieven tegen te houden. Nou, dat kan, hoeft niet. Kan, denk wel. Alles kan. Dank u wel. Graag gedaan. CCTV. Een CCTV, jij weet wat dan. Nee. Nou ben jij aan de beurt. Dan ben ik aan de beurt. Dat is mijn ding is even tevoorschijn halen. We hadden wij in de even taxi. Die. We hadden een bus achter die. De taxi. En ik had nog wat. Met CCTV. Even kijken. Ik moet even kijken hier wat ik... Nou, dan komt het best. Dat wil zeggen. Oké. Hij moet zelf in zijn tas leuzen waar het andere is. Oké. Ja, ik moet even kijken hier. Nou, geef je hier tenen en dan kun je zoeken. Oh. Oké. Ik heb hem al. Ik heb hem al. Nee, dat is waar. Lieve Karin. Ja. Hier is een kaartje voor jou. Top. Wezen te volle maat. De kaart achter het gele kaartje. Ja, het hangt een beetje naar beneden. Ja. Het gele kaartje. De gele kaart. Ja, gelukkig geen roze. Nijlpaarden toch, zei dit? Nee, zebra. 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 Ja, zebra. Het zijn een soort paarden. Ja. Ik vond het heel leuk. Dat is nog te heet. We hebben weer een kaart erbij. Ja, nu, de kleinere eerst. Ja, doe maar eerst de kleinere. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Ja, en met die kaarten die vond ik ook heel leuk hoor. Dat is gewoon lief. Het is maar goed dat jij ook een jarig bent vandaag hier. Ja, goed hè? Wel, anders hadden we nog veel meer uit. Ja. En met de kerst en de kennen jullie en jullie lol op. Een beetje mij. Aan de pakpapier geen raad. En maar met de kerst dan en dan zijn jullie ook bij mij nou eens een keertje. Ja, en de klos. De regenboog. Roos met Sinterklaas de klos. Je ouders die zijn met Sinterklaas de klos bij mij. Mm-hmm. Want ik ga gewoon een surprise maken. Daarvoor ben ik daar, ik ben daar voorjaar. Dus november. En ook met de kerst. Mm-hmm. Want met de kerst dan kun je ook gewoon een surprise maken hoor. Mm. Ja. Ja. Een verrassing met heel veel stroop erin. Bij wijze van spreken, of juist met lekkere koffieprut. Ja, dat kan ook, ja. Ik heb het eens een keer bij mijn pleegvader gedaan. Ja. Toen was het namelijk 1 april, toen vroeg jij mij van Kaap, mag ik koffie? Ja, is goed. Ik ga wel even zetten, is prima. Wat doe ik? En hij had altijd liever koffie met suiker. Wat doe ik? Ik doe geen suiker, maar ik doe zout erin. Vond hij niet zo heel leuk. Maar hij kon hem wel waarderen. Dankjewel. Celsius. Bolsjes. Ja, bolsjes, ja. Daar even in. Kijk, ik kan nu daar wel weer even op. En nu heb ik deze nog voor jou. Zo. Alsjeblieft. Dankjewel. En met de groeten van de winkelier ook nog. Oh! Ja, die ken ik. Sybold Gerdanus. En hij is zetbaas geweest bij Poymar uit Sneek. Oké. Okay. En daar ken ik hem levende lijven van. En hij is ook al eens een keer met jou mee geweest op een avond. Ja, bij Jan. Ja, maar... Toen leefde Jan nog. In het hospice. Ja, maar jullie zijn ook bij mij geweest.
En bij Jack. Jij met hem, geloof ik. Zo. Dat zou maar kunnen. Schrijf hem niet open. Gaat hij erop te nemen? Ja. Ja, gaat nog. Ja, ik moet even... Ja. Ja, een camera die werkt maar zo lang en dan moet je weer een klikje ja, geven. Ja, die niet. Deze gaat door. Hm? Ja, nou, het zijn twee bouw... Het zijn eikenbeien. Weet ik eigenlijk niet. En plus nog een ander, hè? Ja, klopt. Ja. En het is een verschrikkelijke rotboom, dat ding. Waarom? Omdat die zomers mij naar mijn gezicht bederft daar. In die straat. Maar wint of niet? Nee, zit dus niet. Dankjewel, Jan. Kijk, okay, ik heb een hele... Kan je weer een eind vooruit? Ja. Ja, daar kan ik weer heel lang mee vooruit. Ja, dat is alleen maar fijn. Ja, maar ik heb ook nog kaarsen daarin, hè? Ja. Dat was hem, hè? Ja. 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 Top. Ja. Toppie. Toppie. Ja, ik ben heel zeker blij. Top. Mooi. Mooi. Dat ben ik ook blij. Ja, dat kan die wel. En dan hebben we deze nog voor de honden. Zo. En dan een handje. Een leuk cadeautje. Een leuk cadeautje. Bloe, jij gaat even naar de kant. Zo. Deel 1. Gaat ie? Nee, deel 1. Mijn handgekrampte. Ja. Stijf. Speciaal voor jou. Speciaal voor jou. Zo. Heel speciaal. Ja, ik kreeg een speciaal voor mij. Oh, wat mooi. Ik heb me gedeeltelijk eraan gehouden. En ik heb er een beetje aan meegedaan. Oké, dat is leuk. Dames, ga eens even opmoven. Ja, opmoven, verschil. Ga zitten. Ja, oh ja, dat is pak een stoel en blijf staan. Ja, een stoel. Dat is automatisme. Heb je al veel visite gehad? Mijn moeder, Jan van Dam, mijn liefdallige schoonouders. Oké. Krijg je nog visite? Jullie zijn de laatste. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Ja. We hebben nog trouwens sensatie. Ja. Wij willen jullie weer onwijs bedanken. Wij. En hij. Willen jullie dus inderdaad onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter en duimpje omhoog. Dankjewel. Doei.